De hele jeugd van Amsterdam tussen 3 en 10 stond langs de weg om Sint-Nicolaas te zien en zijn 80 zwarte pieten. Die het dit jaar een stuk zwaarder hadden dan anders vanwege het alternatieve snoepgoed. Want op verzoek van ziekenfondsen en tandartsen waren er ditmaal geen pepernoten en suikergoed, maar werden aan de kinderen in totaal 20.000 kilo appelen uitgereikt. Nu is het algemeen bekend dat je in de hoofdstad van de straat kunt eten. En dus werden ze gegeten. Sinterklaas kon het niet helpen dat er ondanks de grote voorraden toch nog meer kindertjes bleken te zijn dan appels.